Ik ben Noah Graves, 28 jaar, kandidaat-notaris bij Houthof, bij de sectie Corporate M&A in Amsterdam. Ik ben met Houthof in aanraking gekomen middels Houthof Café. Daarna ben ik werkstudent geworden en vervolgens ben ik begonnen als kandidaat-notaris. Waarom ik voor Houthof heb gekozen is eigenlijk gewoon echt een gevoelskwestie. Tijdens mijn werkstudentschap voelde ik me hier heel erg op mijn gemak. Het was heel laagdrempelig, leuke samenwerking met iedereen uit het team. En daarom dacht ik, ja, hier wil ik zo graag werken en hier de komende jaren van start gaan. Ik heb voor Houthof gekozen omdat ik graag bij een groot advocatenkantoor wilde werken. En ik vind het leuk aan Houthof dat het een Nederlands kantoor is, maar wel ook met een internationale inslag. Ik ben bij Houthof terechtgekomen een aantal jaar geleden toen ik in studerend juridisch medewerkerschap ben begonnen. Op deze manier heb ik de fiscale afdeling en kantoor goed leren kennen. Nadat ik ook andere werkstudentschappen bij andere kantoren heb gedaan, heb ik een afweging gemaakt. En toen beviel het bij Houthof zo goed tijdens mijn studerend juridisch medewerkerschap dat ik ben blijven hangen en het hier nu al ruim 3 jaar naar mijn zin heb. Ik vind de cultuur bij Houthof heel erg prettig om in te werken. Tijdens werkuren zijn we allemaal heel serieus en keihard aan het werk. Maar in de pauzes is het altijd heel erg gezellig, kunnen we heel erg met elkaar lachen. Dan gaat het ook vooral even niet over werk. De samenwerking binnen onze groep gaat heel gemakkelijk, informeel. En dat is ook de reden waarom ik voor Houthof heb gekozen. Ben je op zoek naar een kantoor waar je jezelf kan zijn, waar heel veel verschillende soorten mensen werken, waar je aan mooie internationale zaken werkt en waar jouw opleiding centraal staat, dan is Houthof iets voor jou.